Hey, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik wou het in deze deel 2 van inspirerende Dutch vegans weer andere mensen aan jullie laten zien met ander soort initiatieven. Ik vermoed dat je deze dames beide kent. De heer zal misschien wat wisselend zijn voor de ene wel, de ander niet. Hopelijk hebben jullie hier wat aan. Hoi! Hey, ik ben hier samen met Kiwi en we zijn lekker bezig eten. En Kiwi, kan je vertellen hoe lang dat je al vegan bent? Ik ben vegan sinds januari 2015, dus dat is nu op dit moment 1 jaar en 8 maanden. En heb je veranderingen gemerkt in lichamelijk of geestelijk? Twee belangrijkste veranderingen voor mij waren, ik had psoriasis, dus een huidaandoening met heel veel schilverplekken en zo. Op mijn armen en benen heel veel. Toen ik vegan werd, ik werd eerst vegetarisch, toen gebeurde er niks. Toen werd ik vegan, dus ook geen melk en eitjes. Vervaagde het gelijk en binnen 2 maanden was het helemaal weg. Niet meer teruggekomen. Niet-klachten. En dat is sinds ik veganistisch ben gaan eten echt heel erg verbeterd. Dan denk je, het staat allemaal in je lichaam en je geest samen, want je hersenen is ook maar een orgaan. Dus ja, heel kort, dat gaat ook veel beter. En dat zijn de twee belangrijkste dingen. Ik merk nog veel meer andere dingen, maar dat is... Hey, en je hebt een YouTube kanaal? Yes. En vertel je daar nog veel meer informatie of gaat het echt alleen maar om jou? Of hoe zit dat? Ik heb echt een veganistisch YouTube kanaal, Kiwi Eats. En ja, eetdagboekjes, lekker wat ik eet, maar ook echt informatievideo's voor mensen die nog niet veganist zijn. Dus check it out. Oeh yeah! Dankjewel! Hoi Amanda! Hoi! Hey, hoe lang ben je al vegan? Was ik ben 2,5 jaar vegan. Daarvoor had ik een tijdje van flexanist, zeg maar. Van ik wil wel veganist zijn, maar een beetje flexi. Dus sinds 2,5 jaar echt 100%. En wat zijn de veranderingen in je lijf dat je hebt ervaren? Of helemaal geen veranderingen? Of qua energie? Of... Nou, wel meer energie. En zeg maar, al je eten is licht verteerbaar. Ik heb ook nooit meer buikpijn gehad of zo. Want ik ben half Pools. En dan had je wel eens met kerstdinees. Nou ja, sowieso ook met Nederlandse kerstdinees. Dat je daarna gewoon buikpijn had. En met vegan eten heb je dat gewoon niet meer. Dus dat is gewoon zo chill dat het allemaal best wel licht verteerbaar is. Ik merk het ook bij mijn ouders en zo, die hadden vroeger altijd maagklachten. Maar sinds geen vlees meer eten, is dat gewoon helemaal weg. Ja, super. Ja. Dan maak ik zelf een mooi bruggetje naar even geen vlees. Ja. Hoe gaat het daar ondertussen mee? Ja, gaat goed. Dus ik heb een stichting opgericht, Even Geen Vlees. En daarmee maak ik het heel laagdrempelig voor vleeseters om over dit onderwerp na te denken. En om echt te gaan minderen. Want ik merk ook gewoon als ik mensen spreek, dat dit ze aanspreekt. Want veganisme of vegetarisme, dat voelt niet iedereen zich aangesproken. Of ze schrikken misschien van, oh jee, dat kan ik helemaal niet. Maar minder vlees eten, ja, dat kan iedereen eigenlijk wel. Dat is geen big deal. En ja, ik wilde vanaf september tot met januari campagne voeren. Mensen uitnodigen mee te doen met de Even Geen Vlees Weken elke maand. En ja, het gaat een groot feest worden. Want mensen kunnen ook prijzen winnen, reisjes weg en foodiepakketten. Dit wordt heel leuk. Wat leuk, ontzettend goed. Ja. Hey, en ik zag dat jullie al ontzettend goed bezig waren op de Even Geen Vlees website. Mm-hmm. Zijn daar nog verder veranderingen en dingen in? Ja, op de website kan je een donatie doen voor een postercampagne. Ik wil 15.000 euro ophalen en zodra dat binnen is gaan we een hele grote postercampagne doen op NS-stations. Dus ik ga sowieso via Facebook adverteren om online veel mensen te bereiken. Maar ik wil het liefst ook mensen in de buitenwereld bereiken, weet je wel. Dus, de mensen op straat. Ja, mensen op straat die je ook niet via social media kan bereiken. Dus ja, zodat ze echt met de feiten geconfronteerd worden en ja, toch meer gaan nadenken over het onderwerp en minder vlees gaan eten. En ja, daarvoor kan je het daarna zien. Top. En kan ik petjes bestellen en bekers, tasjes. Even kijken, waar ligt mijn petje? Daar ligt die volgens mij. Hey, en want als je even geen vlees eet, wat red je, hoeveel red je daarmee? Als alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees eten, dan is dat al 1 miljoen minder auto's op de weg.
Dus kan je nagaan hoeveel dat wel niet is als alle Nederlanders 3 dagen of 7 dagen in de week geen vlees eten. Dus het scheelt enorm voor het klimaat, voor het milieu, voor de bossen, oceanen en natuurlijk de dieren en je eigen gezondheid. Dus doe het. Dank je. Dit is Armado. Yes, hallo. Hey Armado, buiten muzikant ben je natuurlijk ook vegan. Ja, zeker. En hoe lang ben je al vegan? Schat, hoe lang ben ik vegan? Nou, ook twee jaar zoiets. Ja, tweeënhalf jaar. Ja. 2,5 jaar. Hey, en wat voor veranderingen heeft dat gebracht lichamelijk? Of geestelijk? Lichamelijk. Of... Nee, lichamelijk, laten we. Ik had laatst in 2012 ging naar Curaçao toe. En daar hadden mijn ouders foto's van gemaakt, weet je. Vakantiefoto's, altijd leuk. Dus laatst had ik dat weer terug zitten kijken. En dan zag ik eigenlijk dat ik best wel dik was. En nou ja, en nu ben ik gewoon echt gewoon hoe ik hoor te zijn. Gewoon slank, gewoon goed. Ik voel me goed. Mijn ogen staan iets opener en ja, ik voel me gewoon beter. Het is gewoon, ja, ik denk dat het door gewoon de vegan food komt. Gewoon veel groentes, bonen, rijst, en, fruit, granen. Dus ja, ik voel me gewoon echt een stuk beter. Ja, en andere voordelen natuurlijk. Ja, je helpt de dieren, het milieu, en ze dus ja, ook gewoon kan het voedsel beter in plaats van aan de dieren geven, kan je het beter aan arme landen geven, want die hebben het harder nodig dan wij. Dus, ja, nou, vertel. Nog wat meer zin? Nee, dit was het voor niet. Dankjewel. Geen probleem. Doei. Geniet er nog van. Thank you.